Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Morgen. Goedemorgen. Zaterdag. Yes. Waar ben je? Weet je niet. Weet je niet? Nee. Het is hier echt super groot. Het is Boskoop. Ja, maar het is hier. Ik moet een struik hebben. We gaan even kijken naar iemand. Kijk hoe groot het hier is. Daar is iemand binnen. Ah, daar is iemand binnen. We gaan even kijken. Ja, we gaan even kijken. Ja, kijk jongens. Goed mevrouw, we zijn zover. We zijn weer eventjes op weg naar huis, maar onderhand weer eentje tegengekomen en weer gestopt. Ja, zo blijven we maar bezig. Ja, dat zegt dat. Maar ja, je moet wel even iets doen, want het weer is natuurlijk super lekker. Lekker nu. En we moeten toch wat doen met de frisse luchten. Ja, dat lijkt mij het beste. Want daar, ja. We moeten daar naartoe, want daar zit een pijltje staan en naar die kant. Ja, ik zie wel heel veel mensen lopen hier. Hè? Ik ook. Het is wel heel druk. Ja, voor nu. Ja, ik zie het ook. Ja, ik had ook niet verwacht. Ik weet ook niet hoe groot het hier is. Ik ook niet. Voorlopig. Oké, okay, karretje. Ja. Laten we eens even kijken. Oh ja, we kunnen even kijken of welke plant we net gekocht hebben. Hoe die hier zo kost dan. Een rode esdoorn heet die. Japanse rode esdoorn. Dat moet je even zoeken, hè. Hier zie je hem redelijk snel. Ja, hier zou je hem redelijk snel kunnen zien, ja. Alleen dat plant moet je best wel goed kijken. Dat is hier best wel veel. Ja, dit zijn ze. Ja, dit is de rode esdoorn. Dit is de rode esdoorn. Ja. Maar hier is het dus... 17 euro. Ja, 17. Net hebben we 12 euro betaald, maar deze zijn wel groter. Ja. Dus eigenlijk zijn we niet goedkoper geweest bij de kweker. Nee. Nee, dat is wel weer geconstateerd. Ja. Dat is wel weer jammer. Ja. Laten we gewoon even binnen kijken. Ja, we kijken even binnen. Misschien zien we nog wat anders. Ik ga deze zo snoeien dat hij helemaal plat loopt te liggen. Dan kan ik die andere wel voordoen. Ja. Oh, oh. Ja, maar dat is gewoon een pot. Ja, dat klopt. Dat is gewoon een pot. Die is wel lekker warm. Ja, die heeft in de zon gestaan. Ik heb allemaal... Ja, dat hebben we allemaal al. Ja. Ik dacht dat dat potten waren. Met zo'n lampje. Ja, leuk maar. Hoi. Hoi. Zo. Allemaal lampjes voor in de tuin. Gezellig. Matjes. Ik ben helemaal in de groep. In de jungle. De ene heeft de vier. Deze groter. Ik zit onder een plant. Deze is. Ja. Ik ben begroeid in de jungle. Oké. Nou, zet me in de car. Ja, heel goed. Het is goed. We zijn klaar. We zijn klaar. We moeten naar de auto. Kijken hoe gaat het doen. In de auto. Ja, de auto is een uitdaging. Ja, dat is wel. Dat wordt even een uitdagingetje, maar dat kan je. Ik weet zeker, dan moet jij maar op de trekhaak. Buh. Nee, daar heb ik geen zin in. Goed. Ik zou zeggen, knip alles maar kort. Dit moet allemaal in de GFT-bak. Dit zijn dus de oude. Dit is de oude plant. Die we echt al heel lang hebben. Ja, die komt echt nog vanaf Den Haag en die heeft verhuizing meegemaakt. En die hebben ook nu zuur. Dus ik denk zeker wel een jaar of 5. Ja. Hoppata. Tot ziens. Tot ziens. Plant. Ik weet niet eens meer dat we deze hebben gekocht. Nee, die hebben we volgens mij ook gekregen, volgens mij hebben niemand. Ik heb echt geen idee. Ja, ik weet niet meer. Maar hij is nu te oud en hij komt bijna op. Ja, want het is over. Hij is lelijk geworden. Ja,
pot erin en het deksel en dan die bruine pot er waar, hè? Oppakken. Ja, de wortels erin. Zo, ja, dat is hem. Heel goed. Heel goed. Nou, die kan je weggooien. In ieder geval in de grijze container. Nou, dan deze ook even kort knippen. Die was gewoon helemaal krom gegroeid. En dan uiteindelijk worden het deze vers groen. Komen daarvoor in de plaats. Nou, dat is een goed teken, toch? Ja, dit is gewoon. Die wortels die kan daar. Ja, die wortels die zijn wel zo oud al dat. Kun je nagaan, dat heeft geen zin meer. Nee, dus met planten al, laat maar zitten. Het kan niet meer. Het kan niet anders. Het is over. Het kan niet eruit. Hebben we hier? De Halloween pompoen. Nou, ik zou zeggen, ga je gang. Openmaken, ja, niet in het midden, ja, aan de zijkant. Oh, wauw. Ik ga wel even dit. Draai hem eens om. Ja, doordraai dan. Ja. Oké, nou, ga je gang. Kijk, Koen. Schoon. Kijk dan. Hij is open. Oké, nou. Ja, ik moet een paar pitten hebben. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Kom, ze gaat wel een beetje daar vallen, hè? Ja, ja, ga je gang. Dit is zo zacht. Ik moet een paar pitten hebben voor dit jaar. Kijk hoe zacht, het is gewoon vla. Dit is echt flauw hoor. Ja? Nou. Kijk hier, ik zie mooie pitten liggen toch? Ja, ja, hier. Ja, die pitten moet je hebben. Ja, die pitten moet je hebben. Ik ga ze niet met mijn handen pakken. Hoezo niet? Het is mijn eten. Ja, pitten bewaren. Ja. Hoi. Hey. Hey. Is het weer zover? Ja. jongens. Ja, ja. Pitten. Al die mooie pitten eruit. Ja, ik doe mijn. Kom even weer bij je kijken, hoe is het hier? Goed. Heb je pitten? Oh ja, nou je hebt genoeg pitten. Zit er nog ook nog wat in? Maar dat. Ja, dat is genoeg. Je hoeft er maar 10 of 20. Meer hoeven we er niet. Dus moeten we zo eventjes een bordje pakken binnen. Hm? En dan moeten we ze eventjes dan bewaren. Ja, je hoeft niet meer, joh. Dat is meer dan genoeg. Zometeen hebben we echt heel veel pitten hier groeien. moeten ze nu even laten drogen. Ja. Dat is wel belangrijk, want anders. En dan kun je daar de grond in. Ja. Oké, nou onderhand ben ik met de rode esdoorn bezig. Zo. Kom even kijken bij jou. Ja, gaan we eens even kijken. Ik heb het in die hoek gedaan. Kijk, zie je die hoek? Oh, die is mooi. Ja. Leuk. Dus die ga ik daar in zitten. Ja. En dat is wel leuk. En er nog twee. Die hebben we nog twee en die gaan bij de vijver. Oké. Dus dat is wel leuk. Dus dan. Ja. Ja, vond ik ook. Dat je een bordje hebt gepakt. Ja, en vertel, welke zaadjes heb je nu gebewaard? Deze. Oké, die ga je bewaren. Waarom bewaar je deze dan? Omdat ik heb hier toevallig een voorbeeld. Ja? Mama. Ja? Deze is leeg. Oké. Okay. Deze is allemaal vol, dus daar zit geen zaadje ja, in. Ja, oké. Okay. Dus dat is niet zo handig. Nee, ja, dan moet je een goede hebben. Dan moet je hem bewaren, hè, dan die andere. Ja, dat gaat wel goed zo. Oké, okay, dus de rest kan wel weg dan? Ja, dat gaat weer terug. En dan kan gewoon in de pompoen en dan kan er weggegooid worden. Yes. En dan kunnen we deze even drogen. Ja. En dan kunnen we die een keertje in de grond zetten. En dan kunnen we daar weer een nieuwe pompoen planten voor. Ja, is goed. Je bent van alle markten thuis, Apie. Top hoor. Heel goed. Zie je eigenlijk een witte straat? Ja, ja, dat is als er geen water komt. Groen. Ja. Daar is het groen, daar is een beetje wit. Eigenlijk moeten we eens een keer met de hoge drukspijp. Ja, ik kan anders een beetje azijn doen misschien. Azijn. We hebben azijn ook nog. Dat is ook, ja, dat werkt. Ja, nou, als jij dat veegt, dan ga ik even kijken waar het azijn is. Ben benieuwd. Ja, ik ook. Hey, loop eens kijken. Jongen, jongens, nou, het is wat. Hé, hey, we zijn klaar. Ja. Dit is het geworden, het resultaat. Een sleuf waar op dit moment een drilletje, een kikkerdril ligt. Ja, dat is waar. Dat is wel leuk. Dus dan krijgen we dit jaar nog wel kikkerdrilletjes. En in de hoek de rode esdoorn, de Japanse esdoorn. Die staat nu daar en deze twee die gaan naar de tuin. Die gaan naar achter bij de vijver. Ja,
Je moet even hier blijven staan in verband met de nachtvorst. Ja. Ja, we zijn klaar. Jij gaat lekker buiten spelen. Ja. Yes. En dan zie ik je zo meteen weer. Ja. Tuin een beetje opgeruimd. Boompjes lopen uit. We hebben de geraas. Deze boompjes die gaan komende week naar voren. Ja. Die moesten nu nog even buiten staan. Ja. Dus... Hartstikke goed. En we hebben een garage opgeruimd. Ja. En graaf Dracula gezien. Ja. Die was leuk eigenlijk. En we gaan nu nog even... Nee, je hebt je bril niet op. Zie je nou ook. Die heb ik al de hele dag al horen. Ja, je ziet het nou door het schermpje. Zie je het ja, je ziet het door het schermpje. Maar ja. Ik heb hem al de hele dag niet op. Maar... Ja, dat kan. Net toen we Hotel Sylvania 1 gingen kijken. Ja. Dan ben ik het vergeten. Ja. Dus nu kijk ik in het schermpje. Ik denk, ik heb mijn bril er niet. Nou, we gaan nu even kijken of we nog kikkerdril zien liggen in de sloten van vorige week. Ja. Ik heb wel een beetje lekker. Oh, pijn in je knie. Nee, ja, zolang het niet je longen zijn, is het niet erg. Nee, we gaan even kijken. Ja. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!